Hallo, my name is Joe en welkom bij een nieuwe video. En dat is deze keer eentje van Wolfenstein Youngblood vindt plaats in een met nazi's geïnvesteerd Parijs in de jaren 80. Een spin-off kunnen we misschien zeggen van de Wolfenstein games. Het wordt misschien veel eer beschouwd als een Wolfenstein 2.5. Want we nemen niet plaats in deze wereld als BJ Blazkowicz, maar we gaan deze keer aan de slag met de twee dochters, die je trouwens hier kan ten volle equippen en modifyen, soms ook met microtransactions eraan vastgebonden, wat een beetje een domper op de feestvreugde zet. Maar we spelen dus eigenlijk met de tweeling van BJ Blazkowicz, en dat is dus Jessica en Sophie, oftewel in de game afgekort als Jess en Soph. En zoals je ziet, het vindt dus allemaal plaats in Parijs, of toch een stuk van Parijs, waar ze op zoek gaan naar hun vader in de jaren 80. Dat is de bedoeling eigenlijk, de opzet van het volledige spel. En natuurlijk ga je tussendoor ook nog een heleboel van die nazi's de keel vakkundig oversnijden. We gaan dat trouwens hier meteen doen. Misschien een paar kleine dingen even toelichten van deze nieuwe Wolfenstein game, want er zijn een paar aanpassingen gebeurd. Eerst en vooral, Machine Games is niet de enige studio die hieraan heeft gewerkt. Ze hebben ook een handje hulp gekregen van Arkane Studios, en die staan bekend van onder andere de Dishonored games, maar ook van de reboot van Prey. De harde reboot kunnen we misschien zelf zeggen, want die game heeft niks meer te maken met de oude Prey game vanuit 2006, vermoed ik. Dus alles oogt iets meer open world, dat ga je ook meteen merken. De volledige grafische afwerking, dus de setting is heel mooi in beeld gebracht. Kijk, dat zie je hier perfect in de straten van Parijs. Die nazi-vlaggen, dat is natuurlijk iets minder fraai om naar te kijken. Up, en even de kont van, was dat Sophie in beeld? Ja. Even bij het stealthy kruipen. Dus daar echt helemaal niets op aan te merken. Hè. De vormgeving is echt wel af, dat merk je ook wel. Maar de grootste veranderingen toch wel in deze game, dat zijn dat er vanaf nu co-op in zit. En vanaf nu, daarmee wil ik zeggen in deze specifieke titel, ik vermoed dat er in een Wolfenstein 3 eventueel helemaal geen co-op misschien meer zal zitten. En dat men terug gewoon gaat naar de oude formule. Maar je kan dus te samen spelen. Dat kan je sowieso doen met iemand uit de vriendenlijst als iemand gewoon willekeurig online. Je kan ook dus levelen, je kan allerlei perks unlocken op die manier. En dus een eigen speelstijl aanmeten. Voilà. En ik heb het gezegd, alles oogt iets meer open world. Dus je hebt nu meer zo'n district van Parijs waar je in kan rondbewegen. En daarin alle objectives kan proberen tot een goed einde te brengen. We gaan hier niet al te lang blijkbaar stealthy blijven, vermoed ik. Dus we gaan hier zo dadelijk meteen al in de actie vliegen. Hopelijk niet letterlijk. Voor de rest is het nog altijd de standaard gameplay van de vorige Wolfenstein games. Hè. Dus met de melee aanvallen en het masteren van die wapens enzovoort. Dat zit er allemaal nog in. Als ook dus de pijlsnelle actie. Dit is wel volledig nieuw, want je speelt dus natuurlijk co-op. Als je natuurlijk solo speelt, dan neemt er een AI-partner over van de andere zus. En je hebt het er juist gezien, you received a pep, dus je kan elkaar oppeppen, vrij letterlijk zelfs. En dan geef je elkaar een soort van tijdelijke boost. Er zijn verschillende soorten boosts, uiteraard ook weer om te unlocken, waarmee je verschillende andere effecten kan bereiken. Maar ik heb nu eentje waarmee ik dus 25 armor tijdelijk geef, dacht ik. Alleszins, die krijg ik toch ook van haar, dus vandaar dat je even dat zag. En je kan dan zelf dat ook helemaal dus modifyen of dus aanpassen naar eigen stijl. Want je hebt gemerkt, ik deed dan die pep move en van slag zag je daar zo even zo dat devil sign met dat gebaar met het hand even tevoorschijn komen. Hop, officiertje neer. Dat is ook allemaal hetzelfde gebleven trouwens. Probeer eerst natuurlijk de officier neer te halen. Die officier kan natuurlijk voor versterking zorgen. Dus als je die hebt uitgeschakeld, kan het alarm niet aangezet worden. En dan ben je al veel veiliger om een bepaalde omgeving
te doorkruisen zonder neer te gaan. Natuurlijk, aangezien dat je met z'n tweeën speelt, kan je ook elkaar healen. Dus als er één persoon neergaat, dan kan de andere nog altijd je proberen te genezen of je terug te, op je benen te brengen, om het zo te zeggen. Je hebt ook trouwens iets genaamd zoals Shared Lives. En met die Shared Lives kan je dus uiteindelijk... Laten we zeggen dat dat werkt als jokers. Dus als je uiteindelijk toch het loodje legt of je gaat neer en je kan niet geheeld worden, dan gaat er een van die shared lives af. En als dat die drie shared lives op zijn, de maximum dus dat je dan kan dragen, dan schakel je dus automatisch over op een game over, zeg maar. En dan moet je terug van het begin van die omgeving van start gaan. Daarnaast, naast die open world natuurlijk, heb je ook al een aantal kleinere objectives om te kunnen uitvoeren. Dus je gaat soms ook allerlei stukken data vinden waarmee je kan bepaalde kisten openen die een code vereisen enzovoort, of deuren. Dus dat zit er allemaal in, dat je zo wel een beetje kan exploreren en dat je kan kleine verrassingjes vinden her en der verspreid in de omgeving of gestrooid. Dus we zijn nog volop bezig. Kijk, ik heb trouwens ook nog een andere functie hier even geactiveerd, een soort van stealth functie. Die schakelt net op het verkeerde moment uit en dan schakelen we terug over op de actie. Want laat ons eerlijk zijn, stealthy spelen, dat lukt maar tot een bepaald niveau in Wolfenstein. Op een bepaald moment ga je toch sowieso moeten overschakelen op de keiharde actie sowieso weer. En dat is ook natuurlijk waar ze voor bekend staan. Kijk opnieuw dat pep-signaaltje even gebruikt. De bedoeling hier van deze objective, van deze missie die we hebben gekregen, van de Resistance, of La Résistance, want het speelt zich uiteraard af in Parijs. Dat is dus dat we naar een hospitaal moeten gaan, naar een ziekenhuis, om iemand te redden. Maar dat staat dus ook weer al mooi in het teken van het feit dat je eigenlijk vrij kan dit stukje Parijs verkennen, zonder dat je eigenlijk veel laadschermen moet trotseren. Want je kan dus binnen deze omgeving verschillende mission objectives allemaal tot een goed einde proberen te brengen. Ik stel voor dat we trouwens even vooruit spoelen, want dit gevecht gaat nog even vooruit gaan, vermoed ik. En dan gaan we zo dadelijk terechtkomen in dat ziekenhuis. Zo gezegd, zo gedaan. We zijn aangekomen in het ziekenhuis waar we volop aan het verkennen zijn en een beetje aan het snuisteren zijn. Dus we zijn een aantal dingen aan het oprapen. En hier is de doorgang. Mooi verstopt in een liftkoker, een liftschacht. En je hebt meteen ook intussen al gezien dat we zo her en der zo van die muntjes vinden. Dat zijn die microtransactions waar ik het nog onlangs over had. Waarmee je dus kan bepaalde dingen kopen om te modden en bepaalde dingen boosten. Spijtig genoeg, dat zit er dus wel degelijk in. Dat is een beetje ook zo de trend die zich heeft beginnen doorzetten in de games van Bethesda. Ik vind dat een heel spijtige zaak natuurlijk. Helemaal onoverkomelijk is het niet, ook niet helemaal te vermijden, zeg maar. Want ik zei, het hoort nu eenmaal bij de trend. Hopelijk een trend die zo snel mogelijk passeert. Kijk, hier heb je trouwens ook weer level up, ability point, een beetje permanent damage, 2%. Dus daarmee zie je ook meteen hoe dat levelsysteem een beetje werkt. Zoals ja, de meeste levelsystemen eigenlijk in games deze dagen gewoon. Dat je een beetje sterker wordt en een aantal vaardigheden weer kan verbeteren, zeg maar. Ziezo. Ja, die microtransactions, zoals ik dus zei, dat hoort er spijtig genoeg bij. Het is dan ook trouwens, zoals ik al heb gezegd, niet echt een volwaardige Wolfenstein-game. Het is een beetje een zoethoudertje voor wat komen zal misschien. Wolfenstein 3, hopelijk dus. En dat zie je ook meteen aan de prijs trouwens. De game is ook maar voor half price beschikbaar. Waarmee we dus wel degelijk willen aantonen dat het bedoeld is om even de smaakpapillen zo eventjes zoet te houden totdat er een volwaardige Wolfenstein game weer aankomt. Je hebt trouwens ook meteen daar weer gezien dat in de gameplay, en dat is dan wel weer aangenaam, dat je een beetje moet samenwerken in die zin dat je dus om bepaalde objectives te voltooien samen moet zijn. Dat zal ook in het teken staan van het game design om ervoor te zorgen dat er geen, dat er zich geen grote problemen afspelen als er iemand zich mijlenver weg bevindt van de andere partner, zeg maar. Dus hier gaan we even naar beneden gaan. We gaan zo snel mogelijk die Marianne zoeken, dat we zoeken.
om haar te redden uit dat ziekenhuis. Waar is ze hier? Ziezo, daar is hij. Kijk, weer hetzelfde systeem. Power down surgery room, excuseer. En dan gaat ze dus vrijkomen, normaal gezien. En dan zou de objective daarmee moeten voltooid zijn. Ik wist hier trouwens ook niet meteen wat te doen, dus ik bleef zo even kijken van moet ik hier iets activeren, moet ik binnengaan. Maar dan uiteindelijk... Kijk, voilà, als je even goed kijkt doorheen het raam, zie je terwijl wat er zich aan het afspelen is. En ik zie het pas te laat, voilà. Dus die komt eigenlijk zelf vrij. En dan is daarmee de objective gewoon voltooid. Zij komt dan natuurlijk ook weer bij de resistance, het verzet. Die zich verschansen in de catacomben, die je trouwens hebt herkend, hè, met al die, laat ons zeggen, duizenden, zo niet honderdduizenden schedels die de muren bekleden in de catacomben van Parijs. Ziezo. En dan gaan we dus op naar onze volgende objective. Je kan uiteraard teruggaan naar de resistance en daar dan weer een aantal nieuwe missies unlocken, want die Marianne die gaat uiteraard voor ons ook weer een aantal klusjes hebben om op te knappen. En op die manier moet je dus proberen van ja, doorheen het verhaal zo snel mogelijk, daar doorheen te geraken. Dat is eigenlijk de volledige opzet. De objectives van de main game zijn wel niet zo bijster origineel. Het is meestal de bedoeling van gewoon ja, bepaalde grote sterkhouders van bepaalde regio's, zeg maar, commandanten uit te schakelen. En als je die hebt neergehaald, dan zogezegd kan je voortgaan met het verhaal enzovoort. En trouwens, veel main missions zijn er ook niet, heb ik gemerkt. Het is een opmerkelijk kort spel in dat opzicht, dus het is echt wel de bedoeling om veel te verkennen in deze game, veel side objectives te doen, want anders ga je belangen niet de speelduur hieruit krijgen die je anders uit een andere Wolfenstein game zou krijgen. Maar leuk extraatje daarbij natuurlijk ook nog eens dat je bijvoorbeeld in die Resistance ook weer toegang hebt tot van die consoles waarmee je dan de oude Wolfenstein levels wat kan spelen. Dat zat ook al in de vorige games ingewerkt. Dus dat is allemaal wel terug van de partij. Het is alleen jammer van sommige van die kritiekpunten. Hè. Maar dat houdt ons uiteraard een beetje zoet intussen. Tot de volgende Wolfenstein game. Dat heb je trouwens ook nog een kleine side objective. In verband met een autobom die we kunnen plaatsen. En dat gaan we trouwens zo dadelijk doen. Dat gaan we hier zo dadelijk doen, want je hebt het daar gezien, die motorkap. Daar moeten we zo'n bom onder plaatsen. En intussen gaan wij toch stilaan beginnen afsluiten. Met onze Wolfenstein Youngblood video. Een klein extraatje voor wie... Wacht tot de grote kleppers dit najaar uiteindelijk gaan uitkomen. Wolfenstein Youngblood, te spelen solo of in co-op. En dat kan intussen al vanaf 26 juli. Als je niet te veel geld over hebt deze maand en je wil heel graag toch het volgende stapje, laat ons zeggen, in de Wolfenstein franchise beleven, dan kan dat dus voor €30. En ik vermoed dat die game ook binnen de kortste keren nog zelfs een hele mooie korting zal krijgen. En dan... is er helemaal geen excuus meer om deze eens te proberen. Goed, wij gaan intussen nog even voortspelen. Proberen van de nazi's hier zoveel mogelijk uit Parijs te verdrijven. En dan zien we jullie intussen hopelijk in een volgende video terug.